tot later in deze uitzending. Nou, er wordt dus nog hevig gevochten daar rondom de hoofdstad. Wat hoor je van jouw familie? Die zitten niet in Kiev, maar wat meer in het zuidwesten van het land, hè? Ja, klopt. Dus iets van 200 kilometer van Odessa vandaan. Nou, mijn familie heeft de nacht ook doorgebracht in een schuilkelder. Omdat er dus berichten zijn van dat er bommen kunnen vallen of dat er rakettenaanvallen kunnen zijn. Dus het is gewoon heel... Je staat onder continue spanning. Is het nog mogelijk om contact met hen te krijgen? Want... Ja, het internet hebben ze gelukkig nog, dus dat is niet afgesloten. En verder proberen ze, maar ja, je weet gewoon niet wat er gebeurt. Want op het nieuws zie je niet zoveel. Dus het is vooral via social media dat zij kijken naar wat er gebeurt. En maar het zeker voor het onzekere nemen. Overwegen ze dan ook om te vluchten? Nee, dat kan eigenlijk niet. Want de man van mijn nicht, die is eigenlijk medisch afgekeurd om in het leger te gaan. Mm. Maar ja, bij de grenscontrole kijken ze alleen maar naar... Hoe oud ben je? En dan word je van de straat afgeplukt. En die jongen heeft nog nooit een geweer gezien. Die moet dan ineens, zou hij dan moeten vechten. En mijn nichtje gaat hem niet achterlaten. Mijn tante en mijn oma, die gaan niet nergens heen zonder hun dochters of kinderen of... Hoe is het voor jou om dat dan vanuit hier te volgen? Het is heel moeilijk. Het is compleet bizar. Mijn moeder is Oekraïens dus. En we hebben daar alle zomervakanties van kleins af aan heb ik daar doorgebracht. Een hele warme herinnering. Het is zo'n fijn en mooi land. Met warme mensen. En om dat nu kapot te zien gaan, dat is absurd. Het is gewoon niet te geloven. Het is heel raar. Het is Europa. Weet je? Dus het hoort niet te gebeuren. Ja, en het is nu wel zo ons eigen achtertuin. Waarom is Kiev eigenlijk zo belangrijk voor Poetin? Nou, het was ooit onderdeel van het Sovjet-imperium. En het is een broedervolk. En dat is natuurlijk ook gelijk de contradictie. Die ook nog niet goed uitgelegd krijgt. Hoe kun je nou in hemelsnaam Oekraïne bij je willen trekken en het tegelijkertijd willen, nu, zoals nu gebeurt, bombarderen? Maar ja, de ratio is weg. En dat moeten we wel eventjes vaststellen. Dit gebeurt niet meer op zoals wij in het Westen, met beschaafde uitwisseling van argumenten. Op basis van nepnieuws ook nog eens. Ja, maar hier is een leider in een tunnelbuis. Is een eigen tunnelbouw. En specifiek die hoofdstad, wat voor symbolische waarde heeft dat bijvoorbeeld, mocht het hem lukken om die in te nemen? Nou ja, ook daarvan geldt de vraag, wil hij dat eigenlijk? Het lijkt er wel op, maar wat bereikt hij daar dan mee? Hè? Dat hebben we gisteren ook al hier gezegd, van je kunt wel Kiev innemen, maar wat dan? Het is een gigantisch land van 44 miljoen inwoners, groter dan Frankrijk. Om die volkswil te breken, wordt een hele zware dobber voor Vladimir Poetin. Wat is nu de laatste stand van zaken vanuit reacties vanuit de VS? Ja, Biden heeft afgelopen nacht aangekondigd dat hij weer voor $350 miljoen aan extra steun wil geven aan Oekraïne. Bovenop de $650 miljoen aan materieel dat hij al heeft gestuurd. Dus dat maakt het 1 miljard ongeveer. De steun voor het beleid van Biden is wel... niet 100%. Je ziet dat de meerderheid van de Amerikanen vindt dat er wel Amerikaanse troepen naar de NAVO-landen moeten. Om daar te zijn voor het geval dat. Ja. Maar dat maar 1/3 van de Amerikanen vindt dat Amerika echt in Oekraïne een actieve rol zou moeten spelen. Ja. En ook in het parlement zie je dat heel veel Republikeinen en Democraten Biden steunen. Maar je ook wel aan de flanken ziet dat sommigen zich afvragen, wat hebben we daar in godsnaam te zoeken? Ja. Dus de situatie dat iedereen voluit de Amerikaanse inspanningen daar steunt, is niet het geval.